Lindsay Monet. Verrast je. Lindsay Monet. Ze snapt je. Lindsay Monet. Zo prachtig. Alles is mogelijk. Yo, what up? It's your girl, Lins. Vandaag is tweede Pasen, heb ik totaal geen zin in. Maar gisteren was het eerste Pasen en ik was lekker met mijn familie. Het was echt super gezellig. En het was de eerste Pasen waar een vriendin van mij, die nu met mijn neefje gaat, bij was. Miss Denise Bray. Magia está no mar, na noite o universo que conspira. En ik moet eerlijk zeggen, Denise is echt één van de vier mensen op deze aarde waarvan ik denk van jij bent veel te aardig om op deze aarde te zijn. Dus weet je, y'all got my blessing, ik vind het onmin leuk. Maar wat Denise dus niet wist is, je weet toch, je komt niet zomaar in mijn familie. Nee mevrouw, nee. Als jij echt in mijn familie wil komen, ga ik minimaal één van deze drie dingen met jou doen, ja? Of ik klap je. En dat bedoel ik gewoon een vriendelijke bitch smack. Of ik laat jou zo erg lachen dat je gewoon in je broek zeikt. Of ik laat jou gewoon zo erg verschrikken dat je ook in je broek zeikt gewoon, begrijp je? En gisteren, Pasen, heel leuk allemaal, dit dat. En uiteindelijk waren mijn neefje, Denise en ik, de enige die over waren. En toen zei ze van, hoe ga je naar huis? Ik zeg, lopen hoor, dus zal ik je brengen. Ik zeg, is cool. Ik had dit niet gepland, maar zo zie je hoe God in elkaar zit, hè. Dus, we lopen naar de auto en ik zeg tegen haar van, mag ik rijden? Wat ik altijd bij iedereen vraag, mag ik rijden? Je weet toch? De meeste mensen zeggen nee, maar Denise zei ja. Oh, en ik had een verrassing voor haar. Ik had zo'n grote verrassing voor haar, maar ik dacht, ik vertel het er pas wanneer ik de auto heb gestart. Oh, zo tikken. Ja, toen is ze dacht. Lindsay, nee, heeft dus geen rijbewijs. Je zei tegen mij dat je rijbewijs hebt. Oh lord. Maar ik denk, kom maar rijden. Oh please God. Ik zeg eerlijk, hè, ik vond het echt jammer, weet je, dat ik gewoon haar niet in de ogen kon aankijken, want ik was natuurlijk aan het rijden. Maar ik zeg eerlijk, ik ben blij dat ik tegen haar zei, hey, film dit even. Je weet toch? Want, hey, ik zweer je, ik zag de angst in de ogen toen ik het filmpje terugkeek. Don't worry. Dat wilde ik dus even. Even filmen. Je wilde een reactie. Ja! Je wilde het gewoon tape hebben. Je begrijpt natuurlijk ook wel dat dat een groggie is, hè? Ik zeg eerlijk gewoon, ik zag gewoon in mijn ooghoeken gewoon dat ze om in bang was. En op een gegeven moment begon ze te gillen. Maar weet je wat het is? Kijk, ik ben iemand, als ik kan gaan, ga ik. Begrijp je wat ik bedoel? Ik ga niet, oh, pas ik daartussen? Nee, motherfucker, ik trap op die motherfucking gas. Begrijp je wat ik bedoel? En dat deed ik gisteren dus ook. En ik moet zeggen dat Denise echt na gisteren gewoon echt familie is, want die heeft echt de schrik van de leven gekregen. Oh my god. Nee, maak je niet druk. Ik hou alles net. Dus wat wil je bereiken net. Bij ons? Ben je bang? Sowieso. TC. Ja? En is zoiets van shit. Maar ja, weet je wat het ook is? Ik heb lang niet gereden, begrijp je? En wanneer ik lang niet rijd, wat er dan gebeurt, vooral als ik dan in een vreemde auto zit, de auto valt steeds uit, doordat ik niet goed met die koppeling speel, begrijp je wat ik bedoel? En dat gebeurde gisteren dus ook. Maar, ik zeg je eerlijk, ik ben wel met gierende banden weggereden, nadat die drie keer was uitgevallen. Ze liet hem weer uitvallen. Sorry! Ja, is hij aan? Oh! Gassen! Ah! Fucker! Gassen. Dat heb ik altijd. Ga maar. Zie je, dat kan gewoon. Dit zal de. Ja, gaat nergens over. Ik vond het wel erg leuk, want op een gegeven moment merkte ik van, je weet toch dat ze minder bang begon te worden, want ze begon gewoon lekker te zingen. En als Denise aan het zingen is, dan weet je van, het zit wel goed. Somebody hit the lights. We go every day and night. People giving them
op een gegeven moment dacht ik van, nou, ze voelt zich nu wel heel erg comfortabel. Laat me even een paar mensen bedreigen op straat. Dus dat. Ga rijden, bitch. Ga rijden lopen, want ik rij je gewoon aan. Ik heb toch geen rijbewijs. Dus is niet mijn auto. Okay, eindelijk hadden we het gered. We waren bij bestemming aangekomen. En ik zeg je eerlijk, gewoon... Denise was blij. Denise was blij. Ze liet het niet merken, want ze had zoiets van... ze kan best wel rijden, je weet toch? Maar ik durfde wedden dat haar hart in haar borstkast... die heeft echt overtoeren gemaakt. Like really. Oh my god, we made it. Gewoon gered. Gewoon like really, gewoon. From AM to PM. We made it! Maar ja, lieverd, welkom in de familie. Ik wens jou en mijn neefje het beste. En je weet zelf, vanaf nu moet je me gewoon tante noemen. Want ik ben mijn neefjes tante. En jij gaat met mijn neefje. Dus vanaf nu ben ik gewoon tante Lindsay voor jou. Ja, dus dat. Tante. Status, bitch. Maar welkom in de familie en het was super gezellig en ik kon het niet laten om een vlogje te maken, man. Het was gewoon te leuk beeldmateriaal. Mwah. Check Denise Ray op YouTube, Facebook, Instagram, whatever. Check haar music, check haar photography. Je weet toch, ze is nu ook bezig met modellen contest van Europe. En ja, ik ben trots op mijn nichtje, man. Doe je ding, schatje. Mmm.